Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en vandaag hier met Hearts of Iron 4. Deze game die heb ik volgens mij sinds gisteren gekocht ofzo. En ik ga vandaag beginnen als Nederland, zoals je hier kunnen zien. Een beetje rechtsbovenin. En deze game die gaat een beetje dus spelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een beetje ervoor, wanneer ja, Duitsland een beetje aan de macht komt. Een beetje Polen gaat aanvallen. En dan Denemarken en dan Benelux en Frankrijk en zo. Ja, ik wil deze game dus gaan proberen op mijn kanaal. Wil ik als eerste gaan proberen om als Nederland in ieder geval Europa proberen te overnemen. Wat waarschijnlijk nog wel heel moeilijk gaat worden. En omdat ik deze game nog nooit heb gespeeld, alleen eventjes de tutorial, heb ik nog natuurlijk niet echt wat ik moet doen. Dat weet ik niet precies. Ik weet een klein beetje om te beginnen, dat weet ik. Maar voor de rest, dat zien we dan wel. Dus we gaan vandaag beginnen als een Nederland. Als kleine landje. Ja, dat gaan we wel zien. En zoals jullie weten heeft Nederland ook ja, de Dutch in the East Indies. Oftewel Nederlands Oost-Indië. Als gebied. En volgens mij hier ook nog. Ja, dit is ook van Nederland. Mooi. Want dat zegt gewoon nog natuurlijk kolonie voor de Tweede Wereldoorlog. Dat is op zich wel geniaal. Even kijken. Custom difficulty? Nee. Cannot currently get achievements. Games en blablabla. Ja, ik ga het gewoon als recruit beginnen. Het lijkt me wel handig. Dus, let's start. Initialize in game. Waarom is mijn game zo aan het uitfrieken? Oké, we zijn nu in Nederland. Zoals iedereen weet. En zoals jullie zien zit hier een rode lijn. En dat is het Ruhrgebied van Duitsland. En voor de Tweede Wereldoorlog mocht Duitsland daar geen militaire troepen in zetten, zoals jullie kunnen zien. Dus dat de troepen daar niet mogen zitten. Ja, we gaan eens even kijken. Research shot available. Nou, gaan we even wat researchen. Engineer company? Nee. Misschien eerst een beetje met tanks gaan we beginnen. Lijkt me wel verstandig. En artillerie lijkt me ook wel handig. Om een beetje alvast voor te bereiden. Synthetic oil? Nee. Basic machine tools. We zullen het later ook nog wel moeten handelen met andere dingen. En zoals je hier ziet, atomic research. Maar dat gaat we niet worden. Lucht. Nou ja, we kunnen wel even wat wapens erbij doen. Support weapons. Oké, okay, dan hebben we in ieder geval drie dingen wat we researchen. Voor ons steden. En het eerste wat ik wil gaan doen is België en Luxemburg wil ik aangevallen. Zodat we in ieder geval wat sterker staan tegen Berlijn. Want die, of Berlijn, Duitsland. Want Duitsland die gaat ons sowieso aanvallen nadat Praag of Tsjechoslowakije, Oostenrijk en deels van Polen is gevallen. Dus daar moeten we even wat goed tegen doen. Even kijken, wat zullen we doen? We gaan even wat anti-air. Gaan we ook een beetje. We gaan een beetje verdediging bouwen vast voor Duitsland. Dus we gaan even wat landforten maken. Even kijken. Dus dan gaan we gewoon een beetje in onze grensgebieden. Gaan we dat een beetje doen. En in Limburg natuurlijk ook. Zo. En dan natuurlijk nog anti-air gaan we er ook bij zetten. Want hoe meer we daar hebben, hoe beter. En mocht Nederland ooit worden aangevallen, dan is Holland in ieder geval ook verdedigd. Een airbase. Ja, die kunnen we eigenlijk ook wel goed gebruiken. Dus deze gaan we even helemaal maximaliseren. Cost of Fort. Laten we die hier neerzetten. En nou ja, de naval base hebben we hier nog. En we moeten dus ook een beetje gaan kijken hoe we dat met Indonesië gaan doen. Even kijken, civilian factory, military factory. We hebben natuurlijk wel natuurlijk militaire factory nodig. Nee, dat hoeft op zich niet. Een paar factories, nee, is ook niet nodig. Synthetic refinery, daar moeten we deze natuurlijk wat voor hebben. Een rocket site, dat zullen we nog heel laat op krijgen. Natuurlijk een nucleaire reactor. Dus dat lijkt me wel goed. Militaire factories. Support equipment. Ja, waarom niet?
Oké. Nou, infantry, ik heb het. Dit is het snelste, dus hoe verder je komt, dat gaat niet goed. Even kijken. Zien we onze resources ergens staan? Nee. Nou ja, het zal waarschijnlijk nog komen. Free dockyards. Build ships. Laten we even wat schepen bouwen. Een paar heavy cruisers lijkt me ook wel handig. Zo, 1,34 jaar. Dan National Focus. Communistisch. Ja, ik wil deze hebben. Fascist. Dus daar gaan we een beetje heen. Begin. Inside divisions. Oh ja, hier komen we een beetje aan. Hoop. Oké, we gaan even een commander eventjes regelen. Kijken. Fondly. En dan willen we een beetje. Oh. Zoiets hebben. Zo, dat is beter. Kijk, die gaan nu een beetje allemaal daarheen. Oké, no template. Zien. Wat bedoel je daarmee? Low manpower, ja, dat klopt. Insufficient resources, laten we daar even wat van de Verenigde Staten van halen. Van de Sovjet-Unie. Oké, let's go. Laten we even wat versnellen. Even kijken bij ons Indonesië gebied. Nou ja, dan moet het op zich allemaal goed komen, lijkt mij. We hebben daar vooral boten staan, dus dat scheelt. Oh. Hier hebben we natuurlijk geen legers, maar dat is op zich wel logisch. Waarom? Nu is het gewoon even wachten. Militaire groepen die kunnen nu in het Ruhrgebied. Spanish Civil Wars. Oké. Modify government.
moeten eigenlijk naar de NSB toe gaan. Dus, hoe gaan we dat doen? Oh, dan moeten we deze voor hebben. Wat we flowing must be true. Dan moeten we dus eerst fascisme hebben, maar hoe gaan we dat regelen? Ja, dat is een goeie. Communistisch, democratisch, fascisme. Ja, deze moeten we hebben. Fascisme on the rise. The Dutch people have a noble history, a history they've been made to forget, and the weekend covering root of Queen. They claim to represent the people, but can so feeble a state enforce the will of the people? Only by spilling the blood of these traitors can we fulfill destiny. Fascist speakers in the Netherlands made no secret of what they think. Increases the chance of popular support for a fascist coup. Die geven dus weinig, dus maakt op zich niet veel uit. Nou ja, hier moeten we dus even wachten. Dat we nog niet fascisme goed hebben. National Focus. Ja, dat klopt. Een template. Tien of zo, weet ik veel. Oké. Plus 10%, dus het wordt steeds wat hoger, dat kunnen jullie zien. De fish is in basic training, oké. Infanterie. En die. Ik weet alleen niet hoe ik dit precies doe, dus nou ja, we zien wel. Low manpower, ja, dat komt toch wel. Insufficient resources, ja. Laten we op Frankrijk een beetje gaan. Nee. Nee. Oké, en weer verder. Hoppakee. Modify government. Die. Click to add tank designer, ship designer. Ja, daar moeten we nog even wat meer voor hebben. Maar je kunt gewoon zien dat dit plus 0,1 gaat. Dus hopelijk houden we dat ook een beetje zo. Ik begin het wel een beetje te leren. Dus dat is goed. Oh ja, je ziet dat Spanje een beetje aan het aanvallen is. NSB heeft er nu al 8. Jeetje. Wel, dat moet eigenlijk boven die gaan. Was a sympathies in the military. Of the Dutch military have expressed support. If public support is sufficient, a coup can be executed. Nice. Dus het komt wel. Duurt alleen even. En dan kunnen we een beetje legers gaan bouwen.
Oeh, support weapons. En de artilleries, die zijn allemaal komen klaar. Nou ja, dit moeten we dan nog eventjes wachten. Ik laat even weer op pauze zetten. Dan kunnen we weer even wat meer gaan doen. Anti-air of anti-tank. Ze zijn allebei wel goed. Zwaar al niet. Oké, laten we weer verder gaan. Hoppakee. Want voordat mijn... Ik moet voor eerst heel wat legers hebben, maar dat gaat nog even duren, denk ik. Kijk, we zijn nu al op 12%, dus dat komt wel goed. We hebben hier ook nog heel wat schepen staan. Koninklijke marine, onderzeeboot SM. Dus we hebben ook onderzeeboten. Nou, Nederland. Jullie zijn een beetje... aan de... Trading officers hebben we... Ah, stop. Unity took one state. Ethiopia was annexed. Has been seized. Dus dat is hier. Oh. Italië is ook weer goed bezig hoor. Kijk hoe zit het met de construction. Ja. Kijk hoe ver ze er al weer zijn. 2 van 8. Ja, dat duurt natuurlijk heel even. Want forten die maken die zo in de drie. We hebben in ieder geval heel wat legers aan de zuidenborders. Kijk, research slot available. Light tank of heavy tank? Heavy tank, why not? Nederland moet gewoon super sterk komen. Kijken. De games of the... Oké, okay. In Berlijn zijn nu die dingen. Military staff. Army defense. Maneuver. Offense. Offensief, ja, dat is handig. Politieke power, oké, daar zie je dat. Oké. Maar het is nu vooral wachten. Want je kunt niet echt veel. Ik kan even gaan kijken wat... waar de wereld al aan toe is. What the fuck is hier allemaal aan de hand? Sovjet Unie is weer bezig, hè? Ja. Nationalistische Spanje. Oeh, dat wordt anti-air. Een anti-tank. Nicey nice. Interwar, artillery. En... die kan nog niet. Oh, omdat we nog veel te ver voor staan. Daarmee. Oh, oké. Okay. Dat is mooi. Dan zijn we met artillery in ieder geval helemaal prima. Modify government. Oh, even wachten. Oh, al 23. En we moeten in april... dat wordt toch heel krap. Laten we die maar even doen. Industrial effort. Well, we moeten eigenlijk NSB wat sneller krijgen. Maar hoe gaan we dat sneller krijgen? Dat is mijn vraag. Heavy tank, nice. deze kan nog niet. Zo
Sport. Engineer Company. Ik weet niet wat het precies doet, maar dat zien we dan. Ik heb zo'n gevoel dat we dat niet gaan halen. Ja, misschien wel, maar dat zien we dan wel. Interbar Artillery. Prima. Ja, dat kan pas in 1939, dus dat duurt er wel even. Militaire police, nee. Infantry, laten we hier even weer wat verder mee gaan. Dat kan nog niet. Motorized, dat kan wel. Motoriseerde voertuigen. Dit gaat wel heel hard omlaag. The surrender of the Spanish Civil War has come to the end. Total mobilization, no. Penny. Nee. Dat wat gaan wachten, denk ik. Zijn we nu fascistisch? Ja, volgens mij wel. Volgens mij is het toch gelukt ook. Ja. Nice. Nu kunnen we eindelijk wat meer doen. Hindenburg in disaster. No location set, laten we dat er maar even doen. Armored Division, oh tuurlijk. Nu we in ieder geval veel sterker zijn, dat we fascisme hebben, dat moet wel goed komen denk ik. Kijk, hoe zit het met de construction? Van de forts. Die mag even mee stoppen dan. En een airbase, ja, dat doet dan ook op zich niet. Nog niet. Oeh. We hebben zo'n militaire factories nodig. Ah, stop it.
superior firepower. Construction. Meer militaire factories. Daar precies hetzelfde en daar ook. Kijken, productie. Oei, dat kan ook niet. Dat lijkt me ook wel handig. Hoi. Ah, zo werkt dat dus. Mooi, dan krijgen we die dingen nu ook. Zo. Dat is National Focus. Modified Government. Die lijkt wel handig. En hier gaan we. Het is 1937. Dus ik ga even wat vliegtuigen lijkt me wel, maar. Naval Bomber, Close Air Support. Tactical Bomber.
Assigned divisions. Zo. Japan heeft de oorlog met China verklaard. Oh-oh. En Shaanxi. Ja, het begint een beetje te spelen nu. Oh. Of ik ga nu weer deze aflevering afsluiten. De volgende aflevering gaan we dus even kijken wat we precies gaan doen. Het is ook leuk vonden. Geef like op het kanaal. Zie ik volgende keer weer. Later.